Hallo, welkom iedereen weer bij mij en nu een tutorial van Rosemarie Stevenson, oftewel Gemstones. Ik had dit mooi poesje gepost op stenen schilderen en daar was zoveel reactie op. Dus zoals beloofd een nieuwe tutorial van hoe ik dit poesje op stenen heb gezet. Ik heb een mooi glad steentje gevonden in mijn tuin. Ik heb geluk, want ik heb een voorraadje in mijn tuin liggen. En we gaan beginnen. Ik heb hier mijn mooie toffiefeebakjes en mijn verf. Drie kleurtjes groen. En twee kleurtjes blauw, donkerblauw, lichtblauw. Drie kleuren wit. Wit, crème en warm wit. En uiterst wit gebruiken we pas op laatst. Rood en zwart. En mijn plat penseeltje. En een heel klein dun penseeltje. Kijk, we gaan beginnen. Ik doe wat mintgroen of dat lichtste groen. En ik ga gewoon even hier en daar wat verf aanbrengen op een steentje zo rondom. Het is een beetje dun, maar dat vind ik helemaal niet erg. Vind ik juist mooi. Dus ik heb het expres dun gelaten. Dus mijn kwastje was nog een beetje nat. Zo, het is opgedroogd. En nu gaan we even een schetsje zetten over hoe je de poesje moet maken. Het is eigenlijk een ovaaltje met twee oortjes. Dus even potlood. Deze punt is niet zo goed. Ah, deze punt is beter. Goed. Zoals je ziet, het vormpje van het poesje is een ovaal. En het heeft gewoon twee oortjes. Dus ik schets gewoon een oortje. En gewoon een ovaal rondje. Daar waar ik toevallig niks van het groen heb gezet. Puntoortje. Ongeveer. En een beetje een niet recht lijntje tussen de oortjes, maar een beetje bol. En zo. Dus ja, het is een ovaal. Dat moet nog wel lukken. Juist. Nou, een mooi rondje, twee oortjes. Je kunt ze een beetje groter maken. Het komt ook niet zo heel erg nauw. Met verf komt het allemaal wel goed. Nu, het neusje is weer het vaasje. Maar het vaasje heeft een beetje een breder uiteinde aan de bovenkant. Dus je zet gewoon weer ook weer een ovaaltje voor het neusje. Ja, en een beetje een ruim vaasje, dat die bloemetjes normaal gesproken mooi openstaan. Kijk, zo zie je het beter. Een beetje dichterbij houden. Dus het is een vaasje. Ja? Nu, die oogjes, die wil je dus zetten daar waar die vaasje, die hals, het dunste is. En het bovenste, en het grootste is. En die oogjes mogen best groot. Want dat is juist het leuke van dit poesje, dat hij zo grote oogjes heeft. Dus ik trek gewoon dat vaasje, die uiteinde van dat vaasje trek ik gewoon verder om dat oogje mooi neer te zetten. Kijk. Dus net in die nek van die hals komen die oogjes. Nou, het neusje en het mondje is eigenlijk gewoon een klein driehoekje. Zo, ongeveer in het midden van dat rondje of dat ovaaltje. Gewoon een klein driehoekje zetten. Niet te groot, want het is al vaak te snel groot. En dan een klein streepje en dan het mondje gewoon twee boogjes maken. Zie, op dit moment komt het nog niet na. Het is al niet nauw, het is gewoon een schets, jongens. Goed, we gaan beginnen. Kijk, ik zit nu wel lekker onder verf. Ik heb mijn warm wit, dus mijn donkerste tint wit gepakt. En dat doe ik omdat ik daarna nog met een heldere kleur nog andere dingen kan aanbrengen. Als ik nou meteen met wit aan de gang ga, dan zie je eigenlijk al meteen dat ik er eigenlijk niks meer mee kan doen. Ik kan het dan wel donkerder maken, maar het is beter om gewoon niet te donker te beginnen. En je zet gewoon dat vaasje wat je gezet hebt. Doe je dus met de haarstroken mee. Dus daar waar je poesje zou
zou komen, zeg die haartjes, welke kanten op gaan, wil je eigenlijk op dat moment ook al die richting die haartjes neerzetten. Net boven het neusje mag je het middenste tintje van je kleur wit gebruiken. Dus je hebt wit, crème en warm wit. Dus net boven het neusje mag het wat lichter zijn. En de uiteinden gebruik ik de warm wit. Dus een beetje crèmekleurig wit. Zo, ik zet een klein beetje het mondje daaronder. Kijk, het ziet er al bijna goed uit. Nou, we gaan eventjes de vacht doen. Ik heb wat zwart en ik meng daar wat wit mee om die kleur grijs te maken. Zoiets. Ja, en ik pak mijn plat kwastje erbij. Even goed droog maken. En ik doe gewoon net aan het uiteinde van dat witte neusje wat je net hebt gezet, trek je dus je haartjes naar beneden. Dus opnieuw met de haarrichting van waar de vacht van het poesje zou komen. Dus je moet niet zeg maar horizontaal gaan schilderen, echt met de vorm van het poesje mee. Af en toe maak ik mijn kwastje schoon, maar ook weer droog. En ik heb dus mijn kwastje dus wat lichter gemaakt. Dus ik gebruik dezelfde kleurtjes. Dus dit is een beetje grijs kleur. En dan trek dat dus helemaal tot aan en voorbij dat cirkeltje wat ik heb getrokken met potlood. Ik zet die oortjes een beetje zo. En ik pak mijn dunste kwastje. Ik zet er eventjes dat streepje. Ongeveer 2/3 van het oortje is zeg maar de buitenoor en de andere is de binnenoor. Dus dat wil je eigenlijk ook een beetje meer meegeven zo. De binnenoor, die, dus dat van dat zwarte streepje, trek je dus je haartjes een beetje naar de buitenkant van het oor. Dan heb je meer dat idee dat er dus die haartjes over het oor vallen. Ik pak wat crème nog en ik ga nog een keertje met mijn wit aan de buitenkant van naar binnen. Het gewoon met mijn dun kwastje. De andere kant ook. Je draait gewoon je steentje om. Dat is makkelijker als dat je je hele hand moet verwringen op een bepaalde manier om zeg maar zo je haartjes goed neer te zetten. Dus gewoon je werk omdraaien is net zo makkelijk. Ik probeer dus continu met schaduwen te werken, verschillende tinten van dezelfde kleuren, om zo diepte aan te brengen binnen je werkje. Zo. Nu gaan we om het oog heen met zwart, om het oog eigenlijk goed op zijn plaats te zetten. Dus daar waar je je potloodje schets hebt gezet voor de oogjes. Probeer je dus zo de oogje te zetten. En het bovenste stukje mag een beetje verder gaan. Dus dat de oogwimper, dus dat zie je ook heel goed bij de andere poes. Die wimper die gaat verder, maar het binnenoog komt dus eerder naar boven. Zo, dus continu met juist kantstreepjes zetten, krijg je dus diepte in je werk en je brengt op die manier breng je die haartjes samen. Niet te nat gaan schilderen, want dan heb je heel weinig verf op je kwastje, maar dan wordt het ook een beetje een natte boel en dan krijg je niet mooi dat haareffect. Kijk, ik maak mijn penseeltje, nu heb ik weer een andere kleur, dus een beetje lichtgrijzig. En nu pak ik weer wat donker om wat meer contrast aan te brengen. En strakjes gebruik ik weer wat lichter. En op die manier, dus de verschillende laagjes toe te passen op jezelfde werk, krijg je dus het idee van dat er een diepte in de kat is, dat de haartjes levendig zijn. En oké, jongens, het is een kat met heel blauwe ogen. En nu weet ik wel dat er katten zijn met heel mooie blauwe ogen. Maar we hebben toch een beetje, dit katje is wel een beetje meer cartoonish dan mijn echte werk. Als ik van een foto schilder, is het natuurlijk iets anders. Dan kijk ik gewoon heel goed naar de kleurtjes van de kat. Goed, ik ga nu mijn
puur wit gebruiken. Dit is mijn helder wit. En die gebruik ik dus enkel alleen voor contrasten en voor mengen. Dus ik gebruik hem dus nu hier voor mijn neusje en mijn mondje. Kijk, ik heb hier mijn klein bakje van de Toffifee. Weet je, er zitten van die tussendoor ook kleine bakjes in, van die bolletjes. En dat is heel fijn als je maar een heel klein beetje verf moet aanmaken. En we gaan gewoon een streepje zetten en een streepje naar beneden trekken. Dan heb je een heel klein driehoekje voor het neusje. En het neusje, of het mondje natuurlijk ook een beetje naar een streepje zetten en een beetje rond afronden. Mijn allerdunste kwastje gepakt. En even een streepje aan de bovenkant van het neusje. En die twee kleine gaatjes die je dus van het poesje meestal net ziet. Zeg maar voor de neusgaatjes. Kijk, ik zal het een beetje dichterbij houden, dan zien jullie het beter. Zo. Nou ga ik dus met mijn puur wit, ga ik dus streepjes zetten dus van het begin van het mondje. En omdat het puur wit is, krijg ik een ander soort contrast. Sorry. En dan ook weer net boven het neusje, ook je puur wit gebruiken. En dan heb je dus net het idee dat dat stukje meer naar voren springt als het andere wat je dus met crème hebt gedaan. Zo. Kijk, ik dip af en toe in het grijs, dus ik heb hem nou een beetje grijs. En ik wil dus van die oog naar het neusje zetten. Zie je, van het oog naar het neusje. Dan heb ik te veel gebruikt. Beetje wit, huppakee, weg. Dat kan als je dus niet tegelijkertijd met je allerpuurste vormen schildert. Als je dat nou doet, dan is het wat lastiger. Ik gebruik mijn dunste kwastje weer. En ik zet gewoon hier en daar nog wat haartjes om het voorhoofdje samen met het neusje te vormen. Ook even boven het oogje. Zo. Andere kant ook. Nee, dat gaat niet goed. Ik gebruik gewoon mijn dun kwastje hier om nog wat lichtere tinten grijs samen te voegen. Maar ik wil nou mijn snorharen strakjes zetten. Maar die moet ik echt met mijn allerdunste penseeltje doen en niet met deze waar ik nu mee aan het werk ben. Dus ik ben gewoon nu eigenlijk mijn mondje netjes aan het maken. Ik probeer het gezichtje wat meer diepte te geven om te spelen met contrasten en kleuren. Dus net onder de oogje mag het een beetje donker zijn. Net onder het neusje wat lichter. En op die manier kun je dus diepte brengen. Dus nu ga ik het neusje nog een beetje netjes maken, meer netjes maken. Ik vind het gewoon nog een beetje te dik. Ik draai mijn werk even om. Kijk, zo vind ik het beter. Want het stukje net onder het neusje moet je bijna niet zien. Dat is een streepje dat je bijna niet ziet. Kijk, zo is het beter. Eventjes de neusjes weer. Kijk, dat is beter. Nou, we gaan even het oog maken. We pakken wat donkerblauw en wat lichtblauw. Ik doe het zelf in hetzelfde bakje, maar ik hou ze gescheiden. Ik meng ze niet. En ik vul mijn oog gewoon met het donkerblauw dat ik heb. Zo. Doe ik hetzelfde aan de andere kant. Probeer in ieder geval dat je oogjes dezelfde grootte hebben. Want soms is dat wel lastig. Als het nou niet lukt, kun je misschien met een klein dopje kun je een soort omtrek maken. Helemaal in het begin, dan heb je ongeveer wel hetzelfde maat. Nu, als mijn verf nog nat is, pak ik gewoon mijn lichtere kleur. En die probeer ik op die manier, doe ik dat samen mengen. Dus op dit moment is dat verf dus nog nat. En zie je dat het heel makkelijk samen met zijn eigen mengt. En net aan de onderkant van dat randje wil ik hem dus een beetje lichter hebben. Maar wat licht is, moet je natuurlijk ook donker hebben. Dus ik pak wat van mijn donkerblauw.
En van zwart, dus het is niet puur zwart. En ik dep gewoon een beetje aan de bovenkant daar in het oog. Het is niet een precies rondje. Zo. En dan ga je nog een beetje spelen met donkere tinten en met lichtere tinten. Ik ben te ver doorgeschoten, dus ik ga weer wat blauw eroverheen. En doe ik hetzelfde met de andere kant. Kijk. Aan de bovenkant van het oog mag het ook wat donkerder zijn. Dus dan kun je gewoon diezelfde kleur die je net hebt gehad voor het zwart met donkerblauw. En dan kun je gewoon een beetje meer een schaduw maken. En dan lijkt het alsof dat het oog dieper in in de kat ligt. Zo. En natuurlijk de twinkel in zijn oogje. Dus twee puntjes. Eentje in het midden van dat zwarte en de eentje tegen het randje aan. Puntje en puntje. Zo. Nou is het poesje eigenlijk klaar. Alleen nog de snorharen. Dus ik pak wat waterwasje en ik maak daar mijn puur wit van. En ik doe dat met een waterwas omdat het dan makkelijker die hele dunne lijntjes zet. Kijk. Met mijn dun penseeltje kan ik dan hele mooie dunne streepjes trekken. En omdat ik hier dus geen eerder niet mijn puur wit heb gebruikt, zie je dus nog heel goed mijn puur wit, die kleur, die zie je dan nog. Als je natuurlijk een ander kleur poesje hebt, ja, bijvoorbeeld je hebt een zwart poesje gemaakt, dan kan je het natuurlijk heel goed zien. Maar als je een zwart poesje hebt, dan is wit heel mooi. Maar als je een wit poesje hebt, kun je het misschien ook met zwarte snorhaartjes doen. Dus contrasten kan altijd. Nog boven dat oogje hebben poesjes ook vaak nog een langere wimper. Dus dat zet ik hier even. Kijk, wat is het toch een schatje. Nou is hij klaar, de poes is klaar. Nu ga ik jullie vertellen hoe je die blaadjes maakt. Het heeft een mooi puntje aan de bovenkant. En aan de bovenkant zetten we wat gras. Dus ik heb hier met twee stukjes groen. Dat is gewoon licht en donkergroen. En ik heb hier mijn rond penseeltje. Dus met een rond puntje. Ja? En dan ga je duwen en trekken. Duwen en trekken. En naarmate je trekt, komt het kwastje dus minder hard op het papier. Dus probeer het eerst op een stukje papier. Anders heb je van die streepjes en dat is natuurlijk niet mooi. Dus opnieuw, je doet gewoon wat duwen en dan naarmate dat je omhoog haal je dus de druk van je penseeltje af. En zo ga je dus hier her en der die blaadjes neerzetten. Dat gaat eigenlijk heel snel. Ik gebruik af en toe wat zwart ertussen om een beetje contrast te maken. En straks kan je ook wat van dat lichte groen pakken. Pak gewoon een kleurtje die je hebt. Vind je het groen niet zo mooi, dan pak je een ander kleurtje. Kan ook rood maken, is misschien wel leuk hè, voor de herfst. Maar ik had het idee gewoon dat poesje, zeg maar, hè, die zitten meestal toch in die struiken. Dan zijn ze aan het wachten tot ze je kunnen laten schrikken, weet je wel. Dus ik heb zelf geen poes, maar poes van de buren. Die vindt het altijd heel leuk, zeg maar, in onze tuin zich eigenlijk te verstoppen. En dan schrik je eigen rot. Als ze, zeg maar, zo tevoorschijn komen. Goed, dus het op duurt dus opnieuw. Dus duwen en trekken. En naarmate dat je trekt, wordt het penseeltje gaat steeds verder van de steen af. Zo. Ongeveer tot de helft van je steen wil je, zeg maar, die blaadjes zetten. Zo, we zijn er bijna. Ik zit er wel lekker onder. Kijk. Nou, nu ga ik die bovenkant doen. En er zijn gewoon hier en daar wat streepjes. Dus ik pak gewoon mijn lichtere kleur en mijn donkere kleur. En huppakee, gewoon hier en daar streepjes zetten. Omdat, zeg maar, het bladvormig van onder een struik of zoiets te nabootsen. Als jullie andere ideeën hebben of je wilt hem alleen maar met bloemetjes maken, kan natuurlijk ook. Je kunt hier zoveel kanten op. Of je wilt misschien een tekst neerzetten.
van een poesje die jij misschien hebt verloren. Zo. Nou, kijk. Nou, ik ga dus die blauwe bloemetjes, omdat ik gewoon blauw heb, dus ik pak gewoon mijn penseeltje en ik blop gewoon hier en daar met een ongewassen kwast dotjes van mijn twee verschillende kleuren blauw. Dit jongens, dit is zo makkelijk. Het zijn gewoon druppels met verf. Huppakee, beetje blauw, een beetje door elkaar, niet te veel mengen. Het mag best wel diepte geven. Je kan ook een beetje rood gebruiken. Want die zijn hortensia's. Laten we het hortensia's noemen. Zo hier en daar nog een dotje. Je kan natuurlijk, zo kan je dus de hele poes omheen gaan. Maar ik vind het wel leuk zo met drie bloemetjes. Nou. Nu ga ik het boompje zetten. Of het takje met die bloemetjes. En ik pak gewoon wat bruin. Om eerst de tak neer te zetten. Zoiets. En dat mag helemaal doortrekken tot over het poesje. Hier en daar een takje naar beneden laten komen. Als je verf te dik is, maak het een beetje dunner om dunnere takjes te maken. Je wilt hier nou niet een hele dikke tak, want dan komt die poes niet zo mooi uit. Dus probeer zo dun mogelijk te werken. En om dunner te werken kun je je verf beter een beetje verdunnen. Nu heb ik toevallig nog rood en wit over. Dus ik ga gewoon die bloemetjes in het roze zetten. Vier stipjes langs elkaar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zo ga je dus gewoon hier en daar die bloemetjes op dat takje neerzetten. En het komt niet zo van nou. Als je zo'n mooie dotting tool hebt, gebruik je die gewoon. Maar ik heb die wel. Maar ik ben te lui om die dotting tools er weer uit te halen. Dus ik gebruik gewoon mijn penseeltje. En op dit moment komt dat niet zo heel erg nauw. Het zijn maar van die kleine bloemetjes. Zo. Ik wil nog een paar van die blaadjes zetten. Hier en daar. Dus opnieuw doe ik dus duwen en trekken. Duwen en trekken. Om zeg maar die kleine blaadjes tussen die takjes neer te zetten. Zo, is het bijna klaar. Je kan natuurlijk nu ophouden, maar ik heb natuurlijk... eerst gaan we dus nog die puntjes zetten die in het midden van die bloemetjes zitten. En je gebruikt gewoon je contrast. Als je nou rode bloemetjes hebt, gebruik je gewoon een wit puntje. Of geel, kan natuurlijk ook, maar ik heb deze verf nou eenmaal. Ik ga nog eventjes hier en daar nog wat blauw zetten, want ik heb natuurlijk met mijn vingers op die bloemen gezeten. En ik wil hier en daar nog een blaadje met die lichtere kleur bij die bloemetjes neerzetten, om een beetje contrast te geven van die bloemetjes versus de donkere achtergrond. Dus gewoon hier en daar weer dat manier. Als je nou heel veel verf op je kwastje hebt zitten, dan lukt het ook niet, die mooie puntjes. Dus gewoon... Niet te veel en niet te weinig van je verf laden op je borsteltje. Dus alleen een puntje gebruiken. Dus opnieuw duwen en naarmate dat je dus naar weg gaat, dan haal je gewoon wat minder druk van je steen op je steen. Nou, hij is eigenlijk klaar. Dus ik zet hier mijn naam nog op. En ik kijk uit naar jullie creatie. En niet vergeten te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Kijk, we zitten alweer onder verf. Mooi toch? Doei!